Hallo allemaal, daar zijn we weer. En waar we het vandaag over gaan hebben, gaat over het woord energie. Maar vooral dat we vaak horen van mensen van, ik raak toch wel veel energie kwijt. Mijn energie lek. Dus een interessante vraag is, hoe komt het dat we misschien te veel energie kwijtraken die we misschien op een andere manier zouden kunnen behouden? We hebben allerlei structuren voor, allerlei manieren om dingen te verwoorden. Noem het oorzaak-gevolg, noem het voor, achter in de bus zitten, noem het, je hebt altijd de keuze. Vandaag gaan we het hebben over de structuur van cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid. Wat belangrijk is om te snappen is dat het woord betrokkenheid gaat niet zozeer over het feit van hey, ik voel me betrokken, ik heb affiniteit of ik voel me ermee verbonden. Het gaat er nu even letterlijk over, er gebeurt iets. Ik pak maar heel simpel het voorbeeld van, je staat in de file. Er staan wel 10 mensen in de file. En die hebben allemaal, die zijn betrokken omdat ze in de file staan. Ze hebben ermee te maken. Het heeft effect op wat ik doe of waar ik naartoe wil. Daar heb ik mee te maken. Dus ik heb ermee om te gaan. Nou weten jullie dat waarschijnlijk ook. Er staan een heleboel mensen in de file. En de een denkt, potverdorie, ik sta in de file. Wat een geëmmer, een geharnis en dat kan allemaal niet. Dat is lastig. En de ander die zit ook in de file en die zegt, oké, ik sta in de file. Het is zo, het is een gegeven, het is een feit. Dat doen ze misschien niet zo letterlijk, maar zo gaan ze er dus mee om. Dan kunnen ze zich aan lopen storen en ergeren, wat een aantal mensen wellicht doen. En een ander zegt, oké, ik sta in de file, wordt het even iets later. Wat kan ik wel doen? Dus ik ben betrokken omdat het effect heeft op mijn situatie. En waar ik invloed op heb, is ik kan die file niet stoppen. Ik kan niet zomaar uit die file stappen en omrijden en weer... soms doen mensen dat overigens wel. Maar in de grote lijnen kunnen we een feit daarin niet veranderen. Ik kan niet zeg maar zomaar het stopt met regen. Dat kan ik niet. Daar heb ik geen invloed op. Waar ik wel invloed op heb, hoe ga ik ermee om? Ik zeg, ik ga even bellen dat ik iets later kom. Oh, ik zet een mooi muziekje aan. Oh, ik had altijd al een luisterboek aan willen zetten. Ja, mooi. Cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Bij mijn weten komt het ook een beetje uit het boek van Stephen Covey. En ik wil het niet groter maken dan het is, maar heel vaak zeg ik ook in trainingen en begeleiding, als mensen dit zouden snappen, gewoon wat dat is, en je hebt dan ook nog de volgende stap dat je er effectief mee om kan gaan. Echt mensen, dat heeft heel veel invloed op je leven. Als wij naar ons systeem kijken, dan ben ik degene die meestal net aan op tijd of net iets wat later is. En zo werkt dat blijkbaar in mijn systeem. Bouke daarentegen is een man van de tijd, is de planner, de judger, zal altijd op tijd zijn. Ook dat zijn dingen van als je kijkt naar cirkel van invloed en betrokkenheid, daar heb je mee te maken. We kunnen wel natuurlijk iets met onszelf veranderen, maar de ander veranderen lukt meestal niet. Dus Bouke, geloof ik, heeft zijn pogingen opgegeven dat ik gewoon steeds op tijd ben. Dus ook dat is van ga ik daar nou energie in stoppen? Ga ik me elke keer lopen ergeren en irriteren? Ga ik energie, verspillen aan dat ik hoop dat de ander het eens een keer anders gaat doen? Net zoals Bouke bij mij heel lang geleden al heeft opgegeven, zo werkt dat bij Doreen. Dus dat is prima en dat geeft veel meer rust. Ja, waarom is dat prima? Omdat het anders zoveel storing geeft. Een ander voorbeeld, ik heb natuurlijk ook iets van Bouke dat ik denk, Bouke heeft een globaal metaprogramma. Het is meer van de grote lijnen. Ik zit heel vaak, pak ik naar details, ga ik naar die detailstukken toe. Het is zelfs zo dat Bouke zich globaal afdroogt. Als hij onder de douche vandaan komt. En als hij spullen inpakt om te verhuizen, doet hij dat ook wat globaal. Daar zie ik dingen in waar ik me voorheen misschien wat aan stoorde. Denk ik, zo doet iemand dat. Dus het bewustzijn van waar heb ik wel... Ik kan zijn metaprogramma niet veranderen, zijn voorkeur in zijn meta. Dat gaat simpelweg niet. Wat ik wel kan doen, dat ik er anders mee om kan gaan. Dat ik wel invloed kan uitoefenen op hoe ga ik ermee om, hoe geef ik het aan mezelf weer. Ja, ik vind het wel mooi, Doreen, om zelf ook nog even terug te komen op die metaprogramma's. Ik had er toen destijds never nooit van gehoord. En dat was toen we in Amerika de opleiding deden. En ik herinner me nog dat wij in het begin in de master, als wij dat gingen uitleggen, dan gingen we eigenlijk vertellen van wat ik doe is goed en wat jij doet is niet goed. En we ergerden ons eraan. Tot we in de gaten kregen, het heeft een kracht, het heeft een valkuil.
Als ik een brief schrijf, die best belangrijk is, dan doe ik dat, want ik ben een actiefilter, ik doe dat globaal. En dan kan ik hem altijd bij jou neerleggen en jij doet het veel specifieker, je bent er veel correcter in. Dus in het verleden hadden we dan bam, 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 nu spotten we er nog wel eens mee. Maar nu maken we er gebruik van. Nou, dat is nou precies inderdaad wat jij zegt, cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Het is een manier, een structuur, hoe je die op situaties kunt plakken. Oorzaak, gevolg, perceptie is projectie. Uiteindelijk komt het misschien ergens allemaal wel op hetzelfde neer. Elke keer weer, want elke keer weer is het de power van, ik kan bewust zijn van hoe ik met iets omga en ik kan ook de keuze maken om er eventueel op een andere manier mee om te gaan. En de een resoneert heel erg, ja, geef mij mijn oorzaak, gevolg. Of voor in de bus, achter in de bus, dat snap ik het beste. Ander zegt, oh, perceptie is projectie, dat heb ik veel makkelijker. Weer een ander resoneert, voelt zich meer betrokken bij cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Dus pak dat eruit waar jij van voelt van, oh ja, dat werkt het beste voor mij. En als je werkt of merkt het werkt niet zo, kijk of je dan iets anders kunt vinden. Maar er zijn zoveel manieren om dingen te verwoorden. Dus dit is er weer eentje van. Ja, mag daar wat op aanvullen? Ja. Ik vergeet nooit meer het allereerste boekje wat ik gelezen heb van Systemisch Werk. Het is zoals het is. Anerkennen was is. Exact. En een ander zegt, ja, je moet accepteren. Nou, er zijn mensen die worden helemaal lyrisch, helemaal fanatiek als je accepteert, ik moet alles accepteren. Nou, dat klikt dus niet. Maar hier staat ook, wat we ook veel gebruiken, omarm het ongemak. Dus het is zoals het is, zeg ja, en dat wil niet zeggen dat het leuk is. Dus dat is ook heel leuk dat je dat in deze ook In de Optimist kunt lezen. Deze maand, helemaal rondom, volledig rondom hoe sterker uit de crisis, voor het coronaverhaal. En wat ik graag nog wil zien, Bouke noemde al van, we moeten ermee, kunnen we het ja zeggen tegen ja tegen wat is. Het is een prachtig artikel hier van Mikkel Hofstee. En dat gaat over, we moeten ermee om leren gaan, niet vanuit angst, maar vanuit acceptatie. En dat is eigenlijk wat Bouke zegt, begin mooi. Met het ja. Dit is er. We sluiten het in, we hebben alles in te sluiten, welke prikkels het ook zijn. Sluit het in, niet vanuit angst, maar vanuit acceptatie. En vanuit daaruit, dan, en ik noem het elke keer maar weer, dan kan die energie weer makkelijker stromen. Zal het veel meer ruimte en mogelijkheden geven. Dus onze weekwens gaat over dat we je gunnen, rondom cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid. Dat je zoveel mogelijk manieren vindt, inspiratie vindt, om zoveel mogelijk, ja, ik zeg het maar weer, te voorkomen dat je energie verliest en de kans veel groter maakt dat je energie spaart. En of dat nou een tijdschrift is, of een gesprek met iemand, of de natuur ingaan, dat is wat we je gunnen deze week. Cirkel van invloed, je hebt zoveel invloed, elke keer weer, hoe wil ik ermee omgaan? En dat wensen we je toe, Bouke en ik, deze keer. Succes met alles. Zorg weer goed voor jezelf en voor elkaar. En tot de volgende week. Tot de volgende keer. Hoi.